Vanaf maart 2022 kunnen burgers die reeds een aanvraag hebben gedaan in aanmerking komen voor een stuk grond. Dit liet vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag weten tijdens zijn werkbezoek aan de nationale zender, de STVS. De registratie is al enige tijd gaande. De overheid heeft in de tussentijd ook gebieden geïdentificeerd die bouwrijp gemaakt zullen worden. Dus wat we nu bezig zijn te doen is projecten bouwrijp maken door praten denk ik dat je is man. Maar ook aan jezelf, maar nou direct, maar dan krijg je het bos en dat willen we niet doen. Met de president dat we gaan niemand geven in het bos, is niet ons route, fire what up. Nu hebben mensen beschikkingen, kort voor de verkiezing, alles mag je zien, de man moet door zijn president. Tabak als iemand moest je door naar pre. En dat willen we niet doen. Je moet je moet een presie, je moet man door naar presie, je moet man bouw. En we zijn niet bezig met ondernemer 2022. Dan moet je de vrij hoe begin ontsluit de presie waardoor if je moet een grond dat in op je moet een grond minder busje. Dus daarom gaat het nog een beetje duren bijvoorbeeld. Maar 2022 tot en met maart dan overheid, we bestellen ook in die machine. We denken dat ik nu een ondernemer pay met money. Dan we put smaar worden met mijn kringen precies mooi, met passie. Dan we gaan we verdelen voor die mensen. De vicepresident brengt al geruime tijd werkbezoeken aan diverse plekken. Vandaag was het de beurt aan de STVS. Tijdens het werkbezoek aan het oudste televisiestation van Suriname heeft de VP enkele pijnpunten aangehoord die de bond en de directie graag verwezenlijk zien. Eén daarvan is de aanschaf van apparatuur en een nieuw gebouw. Het is niet makkelijk gezien de situatie in het land. We voelen het allemaal. Dus we snappen het ook. Maar bij Amang, we zijn de kwarkie en van de VP. We pushen de Kongi STVS omdat Aurokosan Oumous Doudjaso. Het is niet een gemakkelijke die we moeten uitvoeren. Maar we hebben ook aangegeven dat samen met dit team Uno, drie uitdagingen in dat poeren. We snap dat ook vanuit de regering, vanuit de overheid, zang naar aandeelhouder voor een station, een bedrijf, verwachting. De. En we committeren Uno naar de verwachtingen dat hij. En vanuit ja uit, met de deuren voor Taki ook namens het personeel, dat we ready voor doen Auroko. En dat hebben we ook bewezen vanaf vorig jaar, maar ook toe de jaren daarvoor. Vicepresident Brunswijk heeft beloofd de vragen te zullen voorleggen aan de Raad van Ministers. Maar bij de staatszender, STVS, moet je naar de Raad gaan, moet je daar gaan, dan moet je naar Binnenlandse Zaken, dan gaat het zo. Dus die hele administratie rondom, die hele gebeuren om aan een middel te komen, dat past niet langer. Ja, vandaar dat jullie gaan zien van, hé, maar zijn nego snel. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid niet naar de STVS kijkt. We hebben alle documenten daar. Een aantal dingen zijn al ook goedgekeurd. Heel veel dingen zijn goedgekeurd. Maar het blijft niet bij de goedkeuring. Als het daar komt, wil je ook de STVS zeggen, oké, goed. De mensen zijn er, bam, is goedgekeurd. Maar dan pas begint het proces om autorisatie te krijgen, om middelen vrij te krijgen, om die apparatuur te kopen bijvoorbeeld. Ondanks de vele uitdagingen gaf directeur Raoul Abisoyna aan dat de kwaliteit van de diverse programma's bij de STVS gewaarborgd blijft.